Dank u wel, voorzitter, commissie, raadsvoorzitter. Ik zou het ook over de energieunie willen hebben vandaag, een van de drie belangrijke thema's op de raad. Toen collega commissaris Šefčovič dat gepresenteerd heeft, hebben wij dat als hele fractie warm onthaald, want wij geloven dat dit een van de key prioriteiten moet worden van deze commissie, omdat daar heel veel uitdagingen samenkomen. Het klimaatbeleid en de vele ambities die we daar moeten hebben, de energieonafhankelijkheid. We moeten weten dat we jaarlijks 420 miljard besteden aan het aankopen van energie buiten de Europese Unie. Dat is een bedrag dat we beter op een andere manier kunnen besteden. En uiteraard de energiezekerheid ook voor onze burgers. En dat plan, dat is een holistisch plan. Dat is een gezamenlijk plan en daar mag je niet uit cherrypicken. En ik heb in de voorlopige raadsconclusies gezien dat er wel aandacht is voor de energieunie, maar dat u bijvoorbeeld met geen woord rept over energieefficiëntie. En laat dat nu eigenlijk een van de backbones zijn van dat plan. Want bij energieefficiëntie komen al die uitdagingen samen. Als we onze klimaatdoelstellingen willen halen, dan kunnen we dat doen door 40% in te zetten op die energieefficiëntie. En het is ook om die reden dat in het investeringsplan waar we volop aan bezig zijn in het parlement, dat ik als rapporteur voor de Energie- en de Industriecommissie net heel veel aandacht vraag voor energieefficiëntie. Vandaag zijn maar 5% van de initiatieven die door de lidstaten naar voren geschoven zijn, worden die ingezet op energieefficiëntie. En dat wil ik omturnen. Dus ik vraag u met aandrang om energieefficiëntie in de energieunie te prioritiseren. Met dank. Bedankt, mevrouw Van Brem.